but we are very happy to have our next speaker here. Ladies and gentlemen, give him a big round of applause, Mr. Jan Kallebaut. Dank u wel. Dank u wel. Dank u dat ik er mag bij zijn. Ik vind het fantastisch dat er zoveel mensen geboeid zijn rond televisie, wat dat toch een oud medium is, hè? Zegt men. Maar we hebben daarnet gezien, onze vorige spreker, dat dat absoluut niet zo is. En als alles wat dat er op ons afkomt zo stevig en zo hard evolueert, dan gaan we nog problemen krijgen om alles op tijd bekeken te krijgen. Maar uiteindelijk, na zo'n mooi presentatietje van Simstef, met al die eyeballs, achter eyeballs zitten mensen. En daar wil ik het over hebben. Mensen die eigenlijk op zoek zijn naar relaties, naar inhoud. Wat is er eigenlijk essentieel vanuit het menselijke in feite veranderd over de laatste 10 jaar? Eén fundamenteel ding is echt veranderd vanuit het psychologisch standpunt. Dat is, timeshift is possible. We kunnen eigenlijk loskomen van wat dat televisie grootgemaakt heeft. Namelijk een programma, een reeks, serie, dat uiteindelijk u een flow gaf van een avond, van een dag. En die relaties opleverde. Relaties waar dan clevere advertisers relaties mee aangingen vanuit producten. Wat dat Luc ons daar straks toonde, toont hoe evolutief, relationeel sterk dat dat is. Dat je uiteindelijk relaties kunt opbouwen met pubermeisjes rond hun zelfbeeld. Rond de wijze dat ze over zichzelf denken. En ze daar dan een aantal hulpinstrumenten, een aantal tools kunt voor geven. Dat is essentieel wat er veranderd is. En als we het over content hebben, moeten we goed begrijpen dat die timeshift werkelijk iets is dat alle dagen gebeurt. Mensen doen dat. Niet alleen shiften van device to device en morgen misschien nog veel meer dan vandaag, maar vooral essentieel zich verplaatsen in de tijd. Niet meer gaan op het ritme dat RTL of VRT of SBS of WTM bepaald heeft voor u. En dat, dames en heren, is eigenlijk een heel klaar en duidelijk psychologisch proces. Als we het hebben over de relaties die veranderd zijn, dan gaat het eigenlijk over consumer psychology, over transactionele analyse. We zijn eigenlijk in de 50 eerste jaren van televisie gevat geweest in een ouder-kindrelatie. Een ouder, een autoriteit, een zender die bepaalde wat u vanavond ging bekijken. Slimme journalisten die vonden hoe dat de wereld in elkaar zat en die daar een synthese van brachten en u zegden, dit moet u weten vandaag. En nadien had u recht op een half uurtje entertainment en misschien op Barend Boudewijn of een ander entertainer die uw avond vrolijk ging maken en zorgen dat je met een optimistisch gevoel naar bed ging. Unilateraal, met andere woorden, het tv-station die bepaalde wat u kreeg. Wat is er nu vandaag anders? Dat is dat je transactioneel veranderd bent naar een model waar dat niet alleen die ouder-kindrelatie mogelijk is, maar ook die volwassen-volwassen relatie. Vergeet nu wel niet dat daarmee dat eerste mechanisme ten einde gekomen is. Helemaal niet. Dat blijft beschikbaar. Waarom? Omdat het nuttig is voor mensen. Omdat het op een bepaald ogenblik heel nuttig is om dingen te doen die u beter laten voelen, die u tot een betere relatie met uzelf laten komen. En dat kan veranderen van situaties, dat kan veranderen in bioritme, in tijd van de dag, dat kan veranderen in sociale omgevings, want ja, we kijken wel alleen, maar het is toch prettig als uw lieve vrouw of uw kinderen bij u zitten en dat je er samen van een aantal dingen kunt genieten. Ook al zitten ze fysiek niet in dezelfde kamer, kun je misschien via uw gsm, uw smartphone, uw tablet, converseren. Je kan eigenlijk op een bepaalde manier relaties aangaan, los van tijd en plaats. Vroeger moest je daarvoor alleen nog naar Star Trek kijken en dan kon je eigenlijk beam me up, Scotty, zeggen en je kon je van plaats veranderen. Maar tv doet het vandaag. Vandaag laat het u toe om eigenlijk van op afstand relaties aan te gaan. En dat is iets van dat de technologie, de behavioristen die met technologie bezig zijn, eigenlijk
een klein beetje aan de kant schuiven. Maar het is een gevolg van alles wat dan mogelijk is. Er worden relaties mogelijk van op afstand. En dat is heel bepalend wanneer je het gaat hebben over die content. Omdat die content wel degelijk nog altijd geshared wordt. Op een ander tijdsritme, op een andere frequentie, op een andere manier. Maar toch gebeurt het op een heel duidelijke wijze dat dingen veranderen. Het is een soort van mental game. Mensen spelen spelletjes, psychologische spelletjes, met zichzelf en met elkaar. En wij voeden dat. Wij programmamakers, wij tv-makers, wij reclamemakers, wij proberen dat te begrijpen en wij proberen dat te voeden. Waarom? Omdat het ons goed uitkomt om die relaties te beheren, te beheersen, te ontdekken, aan te moedigen. We zijn makelaars in relaties. Los van tijd, los van technologie. We zijn koppelaars van emoties. We zijn brengers van informatie. En verandert er veel, verschrikkelijk veel. We hebben het daarnet gezien, het net gehoord. Maar fundamenteel willen we nog altijd producten verkopen. Willen we nog altijd dat mensen zich goed voelen, dat ze geïnformeerd geraken, dat ze een stukje controle krijgen over hun eigen omgeving, dat ze eigenlijk weten waar ze aan toe zijn. Laat ons bijvoorbeeld eens kijken naar het grootste kijkkanaal, vooralsnog toch, meest stabiele elke dag, de 7-uur-journaals. Sterk, sterke afspraak. Donderdag 8 oktober. Een heel goede avond. Oké. Vertrouwd, al 50 jaar zijn ze daar op post. Sommigen een beetje later dan anderen, sommigen een beetje vroeger. Maar ze zijn daar als een vaste afspraak. Voorheen duidelijk om u te informeren wat er die dag gebeurd was. Om u eigenlijk up-to-date te maken. Vandaag is dat niet meer zo. Uw smartphone heeft al lang gezegd wat er allemaal gebeurt, hoeveel doden dat er vandaag in Irak gevallen zijn en welke vergissingen dat de Amerikanen weer gemaakt hebben met welk bombardement, in welk hospitaal dan ook. Maar toch zijn we op de afspraak. Waarom? Omdat er andere dingen vandaag gebeuren. Omdat het uiteindelijk zo is dat dat nieuws bioritmisch een betekenis heeft. Dat markeert voor de meesten die op een normale manier niet in een nachtshift zitten, maar die op een dagritme werken, een afspraak einde van de dag. Maar het gaat niet meer over dat eerste stukje van het nieuws. Het is niet meer nieuw. Het is eigenlijk over de synthese, het herbevestigen. Is dit wel zo belangrijk als dat mijn ganse dag gelijkt heeft op mijn smartphone? Het geeft mij de kans om misschien een afspraak na te komen. We gaan om 7 uur eten. En het nieuws is erbij. Het is uiteindelijk een andere vorm van afspraak. Slopend, slepend, een beetje in het verborgene, is die inhoud veranderd. De afspraak is gebleven. Het volume vooralsnog ook. Alhoewel, je moet opletten, hè, er zijn nog zeer weinig mensen onder de 35 jaar die op tijd zijn voor hun afspraak. Wat betekent dat? Betekent uiteindelijk dat er een aantal massa bekeken programma's, must-see, misschien wel om andere redenen, om andere motivaties, vandaag succesvol zijn. En in die psychologie gaat het uiteindelijk over een shift van een set menu met een chef-kok naar een zelfbediening. Nu weet je, zei die een beetje thuis zijn in marktliteratuur, marktonderzoek, dat uiteindelijk te veel keuze soms naar immobiliteit leidt. En dat sommige restaurants zonder keuze, maar met een goede gids, met een selectie die je betrouwt, beter scoort. Dus bij deze, de wijze waarop dat een zender zijn rol speelt, zal niet dezelfde zijn
al zeer gisteren, maar heeft wel nog betekenis. Op voorwaarde dat de kok goed is. Op voorwaarde dat de selectie goed is. De zelfbediening is niet het restaurant wat je alle dagen eet. Vaak, uiteraard. Maar soms, en op bepaalde ogenblikken, als dat echt toe doet, ga je naar een restaurant met een goede kok, die voor u gaat beslissen wat dat hem vandaag klaarmaakt vanuit het verse aanbod. En dat is waarover ik het eigenlijk wil hebben. Wat zijn eigenlijk die must-sees? Ja, in de eerste instantie natuurlijk, it's all about the numbers. Het gaat hem over de grote getallen. En ja, er zijn universele blockbusters en er zijn tijdloze programma's dat alles overslaan. En ja, dat is dat vermaledijd Engels dat schijnbaar alle talen en alle vormen van nuance wegduwt. Dat is zo. Dat is zo. Waarom? Omdat wij als mensheid heel veel universele gevoelens hebben en heel veel universele relaties hebben. En je kan daar een index van maken. Je kan eigenlijk zeggen waarover dat die must-sees gaan. Het gaat over human relations en seks. Het eeuwige drama. Het gaat over nieuwe sociale trends. Am I connected? Behoor ik nog tot de relaties? Een van de grootste shows gaat over tattoos dit seizoen in de Verenigde Staten. Diversity. De black comedies zijn niet meer van de tv te branden. Waarom? Omdat het belangrijk is. Omdat het een vorm is van relatie. En omdat het voor een groot stuk ook ontdekking is. Waarom zijn soaps zo belangrijk? Niet alleen omdat ze goed zeep verkopen, maar wel omdat zij de synthese brengen van menselijke verhoudingen, menselijke relaties. Waarom hebben de kinderzenders het zo moeilijk? Omdat die soaps zo verdorie goed en sterk in elkaar zitten. Omdat zij daar de pubers, de kinderen van 10, 11, 12 jaar, die in massa kijken naar familie en naar thuis, eigenlijk een voorspiegeling geven van hoe ze met hun lichaam moeten omgaan, hoe dat ze met hun ouders omgaan, hoe dat ze met transgenders omgaan, hoe dat ze met buitenlandse medemensen omgaan. Soaps zijn micro-omgevingen van het leven die inderdaad human relations vertellen. Crimes, ik moet het u niet zeggen hoe succesvol dat allemaal is, zal blijven. En the future is coming. De escape van het nu zal uiteraard een driver blijven voor grote succesprogramma's. En de ziekte van de laatste 20 jaar, Bits for Fame, de film van 1978, Fame, was eigenlijk een soort van icoon, een markering van alles wat dan nog moest komen. De droom is niet meer brandweerman worden of verpleegster. De droom is tv-vedette worden en zanger enzovoort enzovoort. Fame als voeding van het ego. Dierenshows. Als projectie van die relaties, als metaforen van hoe het eigenlijk, quote, natuurlijk zou moeten verlopen. Animals in Love, een van de top 5 shows van het jaar in de Verenigde Staten. Bij SBS trouwens ook het dierenprogramma, een van de meer succesvolle programma's van dit jaar. En dan de relativeren, de saus die er altijd over gaat, de humor. John Stewart, die het zich kan permitteren om te stoppen met een dagelijkse show, maar die gevraagd wordt zowel om de wrestling te presenteren als de presidentsdebatten te animeren. Een pleiade van typen van relaties. Dus met andere woorden, inderdaad, ja, die universal context en die topcreativiteit moet het hier gaan uithalen om grote succesprogramma's te maken. Maar ik ben zeker dat je daarvoor hier niet zit. Je zit hier vooral om niet alleen het verhaal van die fantastisch mooie titels, en dit zijn tussen haakjes de top 5 of de top 6 van dit jaar in de Verenigde Staten, van de succesprogramma's, maar we zitten hier toch ook vooral om eens na te denken over hier, deze omgeving. Hoe kunnen we hier must-see-programma's realiseren? Wat is daar de formule van? En dan uiteraard blijven die universele thema's essentieel. Ja, natuurlijk. Maar het moet meer zijn dan dat. U moet creatiever zijn dan universeel. We moeten op een andere manier
nadenken over een aantal basisaspecten. En voor mij zijn er daar drie. We moeten goed begrijpen wat global is versus local. We moeten goed begrijpen wat universele emoties zijn versus subjectieve nabijheid. En we moeten goed begrijpen welke taal of welk voordeel dat onze taal heeft naast het Engels. Want dit zijn wapens, dit zijn voordelen. Dit zijn geen handicaps. Dit zijn voordelen. Als je succesprogramma's wil maken, moet je dit in je voordeel omdraaien. En voor mij zijn er daarin twee mechanismen die je echt aan kunt aanwenden om je voordeel mee te doen. Het nu, de nou, ik ga direct uitleggen wat ik daar allemaal mee bedoel, en het proxime, het nabije. Laat ons eerst eens stilstaan bij dat nu. We hebben gezien in 2020 gaan er zodanig veel schermen zijn dat we niet meer weten wat dat televisie is of wat niet. Maar het feit dat je erbij bent, dat het nu gebeurt, en niet morgen, of niet met een delay van een half uur, of niet met een inuitgesteld relay, is belangrijk. Dat nu betekent dat programma's die actual-driven zijn, die dus gerelateerd zijn aan wat dat in het nu gebeurt, in dit timeframe, dat dus een uitkijk geeft op het, op whatever dat absoluut hier gebeurt, op deze maatschappij, op deze problemen, en de wijze waarop je dat kunt omzetten in beleving en in eventfulness, bepaalt of je succesvol kunt zijn. Tweede aspect van dat nu is dat continuing driven. Het feit dat er continuïteit zit, dat het voortgaat. Dus actualiteit, als er morgen in de politiek iets gebeurt, of wat dan ook, of de minister, of de deze, of dit. Oké, dat is actueel. Maar wat er morgen in uw soap gebeurt, in thuis, is ook actueel. En dat gebeurt hier in uw taal. Er is geen enkel Amerikaans station dat u kan zeggen wat er morgen in thuis of in familie gebeurt. Het geeft u een preferred relationship. Het verbindt u met karakters die eigen zijn aan u. En ja, big data moet ons helpen. Ja, big data vertelt ons wat dat er gebeurt. Maar ook wat dat er in uw omgeving gebeurt. Ik heb straks in het tweede, proximity, een voorbeeldje van hoe big data u kan helpen. Maar het specifieke... Het bijzondere maakt dat je kijkt. Het is geen mechanistisch verhaal. Het is een relationeel verhaal. Het is een verhaal van verleiding. Het is een verhaal van verliefd worden. Het is een verhaal van human relations. En denk niet dat je met hamer en aanbeeld gedrag er kunt inkloppen. Ik heb het voorrecht gehad van niet alleen veel in media te mogen werken, maar ook voor de grote adverteerders. Ik heb vrij veel voor Coca-Cola in Atlanta gewerkt en ik ben er redelijk fier op dat we ze kunnen laten ervaren hebben dat het niet mogelijk is to teach the world how to drink Coca-Cola. Maar je kunt ze wel verleiden. Je kan, als je mensen begrijpt, zien hoe de toolbox die je hebt en die essentieel is om te leven, hoe dat die een rol kan spelen. En tv-programma's, audiovisuele producties, kunnen daarbij helpen, omdat ze die contextualiteit vatten en die contextualiteit eigenlijk helpen vormgeven. Omdat de kijker belangrijk is. Omdat de mens belangrijk is. En kijkvee bestaat niet. Elke kijker moet je verdienen en moet eigenlijk met u een relatie aangaan. Het derde componentje van het nu is competition-driven. De sport. De slimste mens. Wie heeft er gewonnen? Wie gaat er voort? Wie gaat er door? De wijze waarop je dat moment beleeft. Gisteravond hadden we een dinertje met de sprekers. Op een bepaald ogenblik was er een drama bij mijn klant. Ja? Bij de afspraak gisteravond is totaal fout gegaan. Slecht interview met Ine Younes, die een gek dat daar bakker geworden is en die 3 weken bij IS mogen vechten heeft. En het is fout gegaan met een soort van euforische... programma over Silicon Valley.
Ja? In het gesprek, via social media, was de hoofdredacteur van het NRC er zich mee aan het moeien. Bij het einde van het diner heeft Bjorn Soenens, de hoofdredacteur, ingegrepen, het van offline gehaald en heeft uiteindelijk een kader gebracht. Televisie is belangrijk. Ze hebben geduid waar dat hun waarden liggen. Ze hebben uiteindelijk feedback gegeven aan de samenleving. Ze hebben nu een relatie gegeven. Dat gaat verder. Vandaag gaan we dat verder meemaken. Dat is wat experience of the moment. De wijze waarop dat uiteindelijk dat verder aangekleed wordt. Social media helpen ons daarbij. Dat zijn partners, dat zijn geen vijanden. Waarom? Omdat zij alles wat in the moment gebeurt, in het nu gebeurt, gaan ze erover praten. Dus met andere woorden, ze geven het einde weg. Het zijn spoilers. Tof, hè? Daarmee word je verplicht van eigenlijk in the moment ermee om te gaan. Ze gaan je eigenlijk een beetje belachelijk maken als je niet mee bent. Als je niet geconnecteerd bent. Dus met andere woorden, must-see-programs hebben een enorm voordeel als zij op een intelligente manier de social media erbij betrekken. Maar niet in de dwaze manier van elk programma moet 360 graden zijn. Maar wel, hoe voed je de relatie? Hoe ga je daar verder mee? Hoe zorg je voor feedback? Hoe zorg je dat dat gedeclineerd wordt op het eigen leven? En dan is er de tweede factor, proximity, nabijheid. Ik heb bewust twee voorbeelden gekozen van de zender waar ik voornamelijk ervaring mee heb. Niet omdat dat nu zo geweldig succesvol was. Integendeel, ik heb het precies gekozen omdat Canvas een beetje op apengapen ligt vandaag. Maar dat zijn twee programma's die must-see zijn, omwille van klare proximity. Radio Gaga doet iets wat dat geen enkele serieuze Amerikaan in het Engels nog zou durven doen. Met een caravanneke gaan staan op een camping en de mensen vragen wat ze graag horen. Maar de intensiteit, de wijze waarop dat die mensen betrokken worden daarop, dat bijt u. Als je daar naar kijkt, dat laat u niet los. Je wordt meegezogen in het leven van die mensen, in die microcosmos van die wereld. Idem dito met Bevergem. Het is cult om het op online te bekijken. Waarom? Dat je geen ondertitels krijgt voor het West-Vlaams dat er gebruikt wordt. Dus met andere woorden, het proxime, het nabije, maakt ervoor dat in een zender die het moeilijk heeft om over de 100.000 kijkers te geraken op sommige avonden, 600.000 kijkers heeft in één keer. Van 0 of van 100.000 naar 600. Dankzij proximity. Dankzij emotionele geloofwaardigheid. Dankzij een aangeboden relatie. Dankzij de mogelijkheid om te participeren. Dankzij een taal die geshared wordt in een klein onderdeeltje van dit land. Dankzij het feit dat mensen eigenlijk het beu zijn om toegesproken te worden. Ze willen meepraten. Ze willen mee die gevoelens delen. Ze moeten kunnen sharen. En daarom ook dat die sociale media in die proximiteit zo belangrijk zijn. Als zij sharen hoe ze over dat probleem van zelfvertrouwen geraken en hoe zij dankzij de technologische tools die Procter & Gamble aan te bieden heeft, een stukje van hun onzekerheid kunnen oplossen, dan is het programma de aanzet geweest, dan is de adverteerder een stukje van de solution geweest en iedereen gelukkig. Hoge kijkcijfers, betere verkoop, betere relaties. En dat ga je niet in het Engels doen voor mensen en meisjes van 16 jaar of van 12 jaar of van 11 jaar die in Vlaanderen wonen. Of in Wallonië wonen, of in Luxemburg wonen. Waarom? Ja, ze spreken allemaal Engels en ze zijn allemaal in het Engels opgevoed. Maar toch zijn die kleine emoties zo precair, zo eigen, dat die taal een bescherming is van een uitverkoop van relaties. Ik had een voorbeeldje beloofd van Big Data. Dit is een map ontwikkeld door de professor die hier 200 meter verder zijn kantoor heeft, professor Blondeel. Hij heeft de Big Data genomen van Proximus, 6 maanden Proximus. En hij heeft gezien met wie bellen de mensen van postnummer naar postnummer. Administratief bestaan er geen provincies in Vlaanderen. Ja, dat is er eentje.
Limburg. Al de rest zijn andere proxieme constructies. Al die vlekken geven aan wie met wie belt en hoe dat er een homogeniteit in die proximiteit optreedt. Dames en heren, dat is informatie voor must-see-programma's. Waarom? Omdat dat de affectrelatie weergeeft, hoe dat mensen met elkaar omgaan. En dat dat niet politiek correct is, ja, Brussel is veel te groot, blijkbaar. Hè? Maar dat is hoe mensen met elkaar omgaan. Dat zijn inspiratiebronnen. Dat is eigenlijk het bouwen van relationele content, relationele affectiviteit. Bij VRT, een openbare omroep, hè, geen publieke, dus iets minder gefocust op, laat ons zeggen, het creëren van advertising room, maar hebben we daar ook oog voor? Daar gaan we zo ver dat we zeggen, een tv-programma is niet het doel, is niet wat we afleveren. We leveren een service af. En hoe is die taak dan omschreven? Wel, service, in dit geval van tv, service is the process of applying the competences to the benefit of everyone living op het territorium. He? Viewers, listeners, internet users in Flanders need factual and mental impulses to live together. Media can provide the inspiration to do so. Media brings context and connect networks with each other. Via the VRT competences, elaborated in ideas, analysis, presenters, specialist programs and brands, everyone in Flanders should receive impulses, enabling one to build a better and more relevant life from a personal perspective. Dus met andere woorden, het is het wat men met die programma's aanvangt, hoe het men zich vertaalt in realiteiten, relaties, en voor mijn part in koopgedrag voor adverteerders. Dat is het effect van een programma. Dat is the reason why. Dat is de wijze waarop dat de ganse geheel kan en moet gebouwd worden. En dat toont zich dan eigenlijk in drie soorten van wisselstromen. Het herdefinieert de rol van de zender. Hij wordt een co-creator in value. Hij wordt een inspirator en een coach. En hij creëert drie wisselstromen. Uiteraard een economische, in volumes, audiometrisch te meten, maar ook een tweede. Op personal currency, wat heb ik daaraan? Ik, meisje van 12 jaar, help mij dat beter zicht te hebben op wat er op mij afkomt, op de angsten van buitenaf. Want uiteindelijk, fear blijft de grootste motivator van het leven zelf. En de derde dan, de social currency. De wijze waarop dat de omgeving met elkaar samenleeft. En dat zijn voor mij de componenten van een must-see, in zekere zin vooral voor een openbare omroep, maar evengoed voor een private. Maar vervang dan uw doelstellingen en de wijze waarvoor je werkt en uw doelgroepen op dezelfde manier. Maar de notie om gans het gebeuren om te zetten van programma's naar relaties, van harde producten naar services, denk ik, is meer dan de moeite waard om op die manier over na te denken. Want uiteindelijk, dit is dan een soort van collagebeeld van wat een zender zoals één zou moeten zijn. It concerns everyone. Maar het heeft een public play. Het heeft een stukje kaleidoscopie waar iedereen het recht heeft om een stukje van zijn eigen relatie uit te halen. En het is alleen maar als die mix goed zit dat een zender kan functioneren. En het doet er niet toe of je die dan in time delay bekijkt of op een device bekijkt, of op een traditionele tv. Waarom? Omdat uiteindelijk gans het product en gans de relatie van must-see TV eigenlijk gaat over co-creating value. Enerzijds vanuit de aanbieder, de programmamaker, de zender, is het uiteindelijk op zoek gaan naar een soort van sensitiviteit om een ervaring aan te brengen, waar rond een creatie gebeurt, waarin dat je al je resources gebruikt om een voortdurend leerproces op gang te brengen en een gebruiker die datzelfde ding doet om daar beter van te worden. En dat leidt dan tot een ontmoeting. Een ontmoeting die uitmondt in een relatie, in een koopgedrag. Waar vroeger de perfectie bestond voor Coca-Cola, misschien ook wel voor Procter,
dat product kwam perfect in de winkel. En dan was er daar een consument die dat ging vernietigen door dat op te drinken en het was weg. Filosofie van marketing, modern marketing denken, is uiteindelijk dat de tandpas begint. Dat het nog een halfway is. Je perfect product in de winkel, in de schap, op de tv, moet kunnen gebruikt worden. En de tv moet mee de inspiratie bieden, de context bieden, om dat aan te wenden tot een soort van added value. Het creëren van meerwaarde. En als je daarin slaagt, dan heb je succesvolle programma's ontwikkeld. Ik dank u.